welcome firstly from Malaysia, Mohamed Latif Safar. And from South Africa, the South African Masters champion, it's the Spartan, Devon En daar was hij weer, Devon Peterson. En zijn moves op het podium. Altijd fijn om te zien. We hebben ze al eerder gezien op het WK. 2011. Ook in de voorronde won hij van Norman Matthau. De eerste ronde ging hij eruit tegen Jamie Caven. 2012, dus twee WK's geleden. Voorronde overleefd. Eerste ronde van Steve Brown nog gewonnen. Tweede ronde met 4-2 verslagen door Gary Anderson. Vorig jaar was hij er niet bij. Deze Zuid-Afrikaan die gaat spelen tegen een man uit Maleisië. Mohamed Latif Sabub uit Selangor, 50 jaar oud. Peterson is 27. Peterson mag beginnen. We hebben weer het korte format, want het is een voorrondewedstrijd. Best of 7 legs, wie het eerste 4 legs wint. Speelt later op de avond nog een keer. Dat zal dan zijn tegen Steve Beaton. Ja, en de algehele verwachting is dat het Peterson is die deze wedstrijd gaat winnen. Sapoep hebben we vorig jaar gezien. Toen maakte hij niet al te veel indruk in zijn voorrondewedstrijd tegen Paul Lim. Die met 4-1 verloor. Maar goed, hij heeft inmiddels ook alweer een jaartje meer ervaring. Hij kan echt wel darten, deze Mohamed Latif Sapoep. Stond in het verleden al een keer in de finale van het Open Maleisië. En onlangs nog haalde hij de halve finales van het Hongkong Open. En kijk, hij begint 125, 140. Ik bedoel, ik zeg maar. En voorlopig raakt hij de trippelzalig Sapoep. Staat gewoon aan 9 op 136. Kijk, die vingers strekt wel extreem uit. Alle vijf helemaal. Ja, ja. Ze zijn niet alleen gestrekt, maar ze staan ook nog overstrekt. Ze staan 95. Overstrekt, ja. Mohamed Jurkwan 136. Dat was 36 voor hem. Maar ja, goed, je komt dus uit Maleisië. Daar darten niet zo heel veel mensen. Nadat je eens een keer in een club, dan zitten er 20 mensen achter je. Dan zal je een keer de Open Maleisië spelen, dan zitten er 50 mensen achter je. En dan kom je naar een WK toe. En dan kom je in deze heksenketel terecht. Voorlopig gaat hij er goed mee om. Dubbel 8. Vallend hoe de vingers en daardoor ook de dart een beetje trilt voordat hij gooit. Ja, dat noemen ze gewoon nervositeit. Oh, oké. Ik dacht dat het erbij hoorde. Peterson
naar Tops. En die mist hij. Mohamed, you require 8. Neemt zijn tijd alvorens te beginnen aan een poging de dubbel 4 te raken. En het wordt nu dubbel 2. Dat was althans de bedoeling. Daar zit hem dan vaak het probleem. Hè. Rechtdoor gaat alles nog wel. Maar die dubbels zijn dan vaak het verschil. Pedersen pakt hem wel. Maar kijk, niet gelukkig. Hetgeen niet wil zeggen dat hij niet dankbaar is hoor, voor die leg. Nee, maar het is ook... Iedereen zegt dat Pedersen moet winnen. En Pedersen krijgt een interview van tevoren. Pedersen doet een interview voor de krant nog een keer van tevoren. Iedereen heeft eigenlijk al die wedstrijd tegen Steve Beaton in principe staan. Maar je moet het nog maar even doen. En ook voor Pedersen is het gewoon best wel 7 legs hoor. Ik bedoel... Ik heb ook nog wel eens een wedstrijd over best wel 7 legs gewonnen van een wereldkampioen. Dus dat is helemaal niet onmogelijk. 140. Vertel. Oh nee, daar ga ik niet heel uitgebreid over te vertellen. Maar als je heel vaak gooit tegen die mannen, win je ook wel eens een keertje van ze. Heel lang geleden overigens. Maar dat terzijde. 140. Dan willen we ook wel weten hoeveel je er verloren hebt natuurlijk. Als ik dat wist, zou ik het je eerlijk vertellen. Maar het is niet meer bij te houden. Die tel kwam niet meer bij houden. Precies. Maar die ene overwinning, die onthoud ik wel. 123. Hij heeft het wel naar zijn zin hoor. Natuurlijk. Dat staat te genieten. 85. Stelt alles in het werk om maar die eerste 180 te gooien. Nou, ik weer die eerste 2 trippels erin. Ja, en nou mag hij er niet voor gaan, want hij staat op 178. 38. Hij staat gewoon na 12 darts op tops. In die eerste leg stond hij ook al goed te spelen. Hij staat gewoon 97 gemiddeld te gooien, de Maleisiër. 40. Het is dat hij 0 uit 5 op zijn dubbels is tot nu toe. 0 uit 6. Dubbel 19. Want hij heeft een beetje last van de trilleritis als hij op de dubbels moet gooien. Ja, 0 uit 8. 116. En dan loopt hij ook langs de verkeerde kant terug. Ja, ook dat is onervarenheid. Pedersen naar dubbel 18 voor een 116 finish. 80. Mohamed, you require 19. Mohamed, you require 19. De 3 gaat. Wanneer valt die eerste dubbel? No score. Daar. Maar het is een paar dubbels te veel. Ja, dit doet Pedersen dan wel goed. Nog steeds niet tevreden. Maar wel 2-0 voor. De prachtige Zuid-Afrikaanse kleur op de flights van Devin Pedersen hebben deze dagen natuurlijk extra betekenis. 140. Wat een leuke gast is die Pedersen. Daarvan hoop je dat hij nog weer eens een keer een rondje verder gaat komen op het WK. Ja, precies. Hij heeft een jaartje geprobeerd ook om de Pro Tour te gooien. Is geblesseerd geraakt aan zijn hand. Moest daar verplicht rust nemen. Is er een jaar uit geweest vandaar dat hij vorig jaar het WK heeft gemist. 100. En nu wil hij weer langzaam gaan proberen terug te komen. Ja, het is voor de sport natuurlijk fantastisch hè, als er een Zuid-Afrikaan of een Chinees of een Japanner echt zou doorbreken. 140.
En deze Pedersen heeft al laten zien dat hij de capaciteit heeft om het de toppers lastig te maken. Speelde een prachtige World Cup vorig jaar. 60. Demi-Roy 36. Kijk eens aan. Ja, 3-0. Devin Peterson. Ja, hij heeft alles, Pedersen, in principe. Mooie expressie. Leuke speler om te zien. Lekker snel. Kijk, dit willen we zien. Dit wil het publiek zien. En hij speelt met de rouwband natuurlijk. En is 3 uit 7 op de dubbels. Ja, deze man, 0 uit 9. Ja, dat is ook wel, weet je. Ik vind het ook wel een beetje sneu voor zo'n Sapoep. Die staat dus gewoon echt goed te spelen. Maar kan zijn dubbels niet raken. 140. Maar hij is nog in de wedstrijd. Hij moet wel 4 legs op rij winnen. Dat zal een lastig verhaal worden. Ja, het is een moeilijk, hè. Nee, goed, je weet, ik zit in het bestuur ook van de PDPA. We hebben die discussie ook. De PDPA, de spelersvakbond. De spelersvakbond. We hebben die discussie ook wel eens gehad. Eigenlijk zijn die voorrondes te kort. Weet je, je laat iemand uit Maleisië komen om dadelijk misschien 4 legs te gooien. Ja, het programma laat het gewoon niet toe om het veel langer te maken. Want anders ga je zo ver buiten alle uitzendtijden zitten. Het is nu soms al nachtwerk. 60. Het is altijd een balans die je moet proberen te extra vinden. Extra dag misschien nog, of is dat ook weer te veel? Ja, maar ja, dan, je zit al op 16 dagen. Ja. Het houdt ook ergens een keertje op. Maar ja, voor mij mogen ze het hele jaar door WK spelen. Ik bedoel, geen probleem hoor. Ja. Wel probleem natuurlijk. Er zijn nog een paar andere toernooien schijnt. Ja, het is nog niet zo druk op de kalender gelukkig. Maar 170 voor Pedersen. Nee, dat gaat niet lukken. 141. Is dit Sapoep dan misschien gegund? En je verwacht het niet, hè? Je verwacht het niet. Het zou wel mooi zijn. 4-0 gun ik hem niet. Kom, gooi hem uit, die dubbel 18. Doe maar. Ja! Mohamed Latif Sapoep. Yeah. 141. We zijn in extase. En het, oh, Mohamed Sapoep gaat door het Ali Pally heen. Dat is toch prachtig? Als mensen het thuis bij hem niet kunnen zien, dan kan hij dit bandje toch zo meenemen. En dan dit. Maar ja, gelukkig voor hem. 22. Is Pedersen ook niet al te best begonnen. Ja, toch denk ik wel eens, ik zou zo'n Sapoep wel eens willen zien in een wedstrijd over 5 sets of zo. Wat kan die dan? Dan heeft hij wat meer rust. Ja, nou, als dat nog gaat gebeuren, dan zal er nog steeds een klein wondertje moeten plaatsvinden. 60. De Jerker is de bijnaam. Ik begrijp wel waarom, want hij heeft wel een aparte 60. Stijl van gooien. We kunnen ons er alles bij voorstellen. 125. En hier, Pedersen is de Spartan. Pedersen nog altijd op schema in deze mogelijk beslissende leg. 96. Vier dubbel 18. 40. Mohamed Jerkwa 110. Laatste kans voor de Jerker.
Triple 18 en dubbel 18. Ja, probeerde die wel, maar dat lukt dus niet. Nog een keer dubbel 18 voor Devin Peterson. Stuur hem eronder door. Ja, dat doet hij. En zo wint de Zuid-Afrikaan met 4-1 van Mohamed Latif Sapop. En staat hij dus opnieuw in de eerste ronde voor de derde keer op het wereldkampioenschap darts.